Wat vind je zo leuk aan tieners? Ja, heel impulsief en allemaal gekke dingen doen. Dat vind ik zelf ook leuk. Dus, Wat is er leuk aan je tienerleiding? Hij heeft gevoel voor humor. Ja, soms had ze een beetje een nonchalante houding hebben en de hele tijd met telefoontjes bezig zijn. En zo. Gewoon wat serieuzer. Wat vind jij het meest irritant aan je tienerleider? Dat hij zo streng is. Nee, ik ben geen strenge tienerleider, nee. Een grappige tienerleider. Ja, een beetje jouw hoer af en toe, ja. Ik zie ze soms altijd in mijn kerk altijd helemaal net in pakjes. Ja, wat zou ik kunnen leren van tieners? Oh, dat ze heel sociaal zijn, dat vind ik wel. Ja, heel makkelijk met mensen om kunnen gaan. Ja. Kun je veel van ze leren? Dat God altijd voor me klaarstaat en zulke dingen, zeg maar. Gewoon niet alleen aan jezelf te denken, maar ook gewoon iets voor een ander te willen doen. Bijvoorbeeld dan tienerleider zijn of jeugdleider. Ja. Ze vertellen wel interessante dingen. Ja, waar je van kan leren. Ze doet veel met God en zo. En ze is er wel goed mee bezig, dus